ik er heel erg naar uit om Koen van Mechelen te ontmoeten, omdat je vaak wel iemands kunst leert kennen, maar niet altijd wie daarachter zit. En het hele verhaal van die cosmopolitische kip, die nu al 20 jaar oud is en 20 keer gekruist is, heeft mij altijd bijzonder geïntrigeerd. Dat het absoluut kunst betreft, maar heel maatschappelijk ook is. Er zit zoveel verhaal en boodschap in. En dus toen ik de kans kreeg om hem zelf te ontmoeten en te vragen van waar hij de moed heeft gehaald om te beginnen met één kip die te kruisen met een andere kip en dat dan zo groot te laten worden. En we hebben een heel fijne babbel gehad. En wat ik mij altijd heb afgevraagd is waar iemand de moed vandaan haalt om zoiets te doen. Want 20 jaar geleden, toen hij de eerste twee kippen kruiste, verklaarden mensen hem voor gek. Hè. Die man die wat met kippen bezig was. Men zag hem niet als een kunstenaar. En nu krijgt hij heel veel erkenning, maar hoe kom je daartoe? Omdat je toch een hele tijd lang moet vechten tegen het publiek dat jou of jouw kunst nog niet lust. En zijn antwoord was heel simpel. Hij zegt dat is een drang. Dat is geen verdienste, dat is een drang. Dat zit in mij. En samen met het talent komt de moed om dat te doen. En die drang is er altijd geweest en die drang spreidt voort uit een tekort. Kunstenaars ervaren een groot tekort en wij vullen dat tekort op. En dat is mijn manier om dat te doen. Hij is ook van overtuigd dat kunst in alles zit, in elke stijl. Maar dat je natuurlijk op zoek moet naar die ruimte, dat vacuüm, waarin je het hele zuivere, het hele absolute van die kunst naar buiten kan brengen. Dus dat is meteen ook een boodschap die ik heb meegekregen, waar ik even over moet nadenken. Per definitie is het zo dat wij die aan politiek doen ook vertrekken met een ideaal. Je zou dat absolute kunnen noemen. Maar het systeem zelf, enerzijds een systeem dat jou inkapselt in partijen en dan daarnaast nog het systeem van de democratie waar de meerderheid beslist, ook bestaande uit meerdere mensen, ook alweer behorend tot meerdere partijen, zorgt er altijd voor dat je probeert een zo goed mogelijke oplossing te bereiken, maar dat je nooit dat hele zuivere ideaal kan halen. Nooit. En hij vond dat ongelooflijk frustrerend. Hij zegt, dat moet toch verschrikkelijk zijn. Jij mist dus het moment dat ik heb als kunstenaar, waarbij ik iets creëer en plots, dat duurt maar een klein moment, plots de absolute ervaar. En jij mist dat, zei hij tegen mij. Dat moet toch verschrikkelijk zijn. En ik denk dat een belangrijk verschil is tussen mijn stijl en de zijne, waarbij hij mij toch heeft ervan proberen overtuigen. Misschien heeft hij gelijk dat hele zuivere moment er ook kan inzitten bij ons. Dat we gewoon dat moment moeten zoeken en vinden. En ik heb hem toen gezegd dat ik geloof aan mijn kant, wanneer ik geconfronteerd word met kunst, met iets dat mij raakt, met een mooi beeld bijvoorbeeld, dat ik ook zo'n moment kan ervaren, maar dan als kijker. Dus dat ik dat ook in mijn leven terugvind, niet als schepper van die absoluutheid. Vanzelfsprekend, omdat om goede redenen we een politiek systeem hebben dat zo moet werken. Maar wel als diegene die soms aan de ontvangende zijde staat, gewoon als fan van kunst.